hip-hopbendes kennen we in de eerste plaats uit het Amerikaanse straatbeeld, maar ze bestaan ook bij ons, meer bepaald aan de kust in Oostende. Ze verheerlijken geweld in hun muziek en zijn ook niet vies van wat geweld in het echte leven. 2 jaar geleden is er zelfs een dode gevallen bij een steekpartij tussen 2 rivaliserende bendes. Een van de bendeleden praat nu voor het eerst openlijk over wat er toen is gebeurd. De reportage is van Björn Brion en Björn van Laren. Ik ben een rapterrorist, omdat ik sterf voor hetgeen dat ik kan geloven. Aapmaas is verantwoordelijk voor zijn doden en zijn woorden. En achter mijn doden en mijn woorden stond 100%. Ik ben Steve de Koster, alias DC Coaster, baas van de Golden Disciples hier in Oostende. Vroeger, voordat ik in de gevangenis zat, werd ik als een gewaand. De binnen waren redelijk zotte dingen ook soms. Like, Tietje Helene is er ook een keer gewoon op het wapenpling met de motor met mijn rubberkools, maar ja, is ook wel een keer gewoon geweest. Mijn naam is Robin van Bosuit. Mijn rappersnaam is Spyko, ik ben oprichter van Rauw 13. Ik ben toen dat bij een jonger worden een keer in elkaar geslagen geweest. Door een stuk of 6 man. Sindsdien heb ik gezegd van één keer, mogen geen 2 keer. En kijk, mijn eigen begin verzetten, versta je? Ik kan begin trainen, begin boksen. Stel je voor de storm. Thunder op de track, ik kan thunder in mijn bak. Breng thunder in mijn rap, slaap. Dat is klaar, thunder weten. Onweer is een bomstaat, niks om me nog tegen te gaan. In 2006 richtte Robin van Bosuit Rauw 13 op. Het begon als een groep vrienden die samen hip-hop maakten. Maar de leden waren ook notoire vechtersbazen. Rauw staat voor respect, angst en wraak. Eigenlijk is Rauw 13 gestart met een hond. En daarmee heb ik ook een beetje mijn naam gemaakt in het begin. Heb ik ook een paar mensen geholpen met dingen. Mensen die gechanteerd werden. Meisjes die problemen hadden met mijn man. Dat ik opgelost heb. Met wie dat is? Je naaste fucking nachtmerrie.